Goedemiddag met stralend haar. Jongens, jongens, wat zit het plat. Maar dat komt omdat ik de hele dag in de staart heb gezeten. Ik heb Ravi een nieuw trucje geleerd. En dat trucje heet onder. Dan gaat hij onder mijn benen door. Zo, even die uit. Ik zet jullie eens even in de kast. Ik heb net met allemaal mensen gebeld. Heel gezellig. Maar dan schieten andere dingen er weer in. Ik ga even een beetje ijs maken. Daar heb ik zin in. Ik ben er weer. Ja. Vannacht echt heel goed geslapen. Dat was echt heel erg nodig en super fijn. En vervolgens sta ik op voor morgen. En meestal als ik in bed lig, is er niks aan de hand. Tenminste, niet zo heel veel. En ik sta op en ik de wereld tof niet. Haha, dat is meegenomen. Gisteravond ging het natuurlijk al heel veel beter, heel snel. Maar ik denk van, ja, dat gebeurt wel eens meer. Meestal dan 's nachts als je ligt en dan weer overeind komt, is het nog weer even bal. Maar het gaat gewoon heel erg goed. Wel lekker met het konijntje gelopen. Het is, denk ik, 7:10 als ik het goed zie. Ergens in die richting. Ik ga even kijken. Of 7:10. Nou, lekker met Ravi gelopen. Net binnen. Shakeje drinken, water drinken. Want dat is wel een nadeel van de medicatie. Krijg ik enorm dorst. Dus ik ga water drinken. Zorgen dat de rotzooi weer aan mijn lijf komt door heel veel te drinken. En nou ja, laatste dagje werken voor de baas. Dan morgen voor mezelf. Even kijken wat ik ga doen. Want ik weet niet hoe mijn hoofd op beeldscherm gaat reageren. Dus dat gaan we allemaal wel zien. Nou, dat was even de bijpraat, zeg maar. Ik ga eens even nieuws kijken. Goedemiddag met stralend haar. Jongens, jongens, wat zit het plat. Maar dat komt omdat ik de hele dag in de staart heb gezeten. Ik heb Ravi een nieuw trucje geleerd. En dat trucje heet onder. Dan gaat hij onder mijn benen door. Ik ga even de camera neerzetten. Dan kun je zien dat hij het echt kan. En ik lok hem met een snoepje nu. Maar hij kan het ook zonder snoepje inmiddels. Maar dat is handig voor als ik ergens heen ga. Dan kan ik hem gewoon aan de riem onder me neerleggen. Zonder dat hij dus in de weg loopt. Ik ga even de camera neerzetten. Dan kunnen jullie dat eens even zien. Let niet op de vloer. Die moet ik nog schoonmaken. Maar dat is een klusje voor morgen. Goed zo. Onder. Stop. Oké. Onder. Goed zo. Onder. Kom, onder. Ja, goed zo. Onder. Goed zo. Ja, goed gedaan. Ja, dat kun jij goed, hè? Dat kun jij heel goed. Je kunt zo goed leren. Dan moeten we weer wat nieuws verzinnen, want ik denk hier zijn we al een paar dagen zoet mee. Maar dit had je in 3 tellen door. Onder. Nee. Onder. Kom. Goed zo. Onder. Goed zo. Ja. Goed gedaan. Goed gedaan. Kom, 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 kom. Goed gedaan. Onder. Goed gedaan. Hé. Hey. Goed gedaan, hoor. Ja, jij kunt dat. Oh, je kunt dat. Oh. Even lekker je buik rommelen. Oeh, ja, dat kunnen de mensen niet zien, maar ik ben lekker je buik aan het aaien. Ja, ga jij maar weer op de grond. Zo. Nou, dat was dus letterlijk 10 minuten werk en nu kan hij dus het woordje onder. Het is tijd om iets nieuws te leren en valt me nu net iets in mijn ogen, dus dat ga ik er even uittoveren. Zo, even die uit. Ik zet jullie eens even in de kast. Ik heb net met allemaal mensen gebeld. Heel gezellig. Maar dan schieten andere dingen er weer in. Ik ga even een beetje ijs maken. Daar heb ik zin in. Dus dat betekent dat ik even wat aardbeien. Ongeveer 100 gram in stukken hak. Nou ja. Voor de helft. Ik doe het even met een heel klein mesje. Ik weet niet of dat de meest handige actie van de dag was. Maar het werkt wel. Meestal zijn het dan ook een aardbei of 10, 12... Dan heb ik toch nog lekker wat fruit. Ik doe het ook wel eens met bosvruchten. Vind ik ook erg lekker. Maar ik vind aardbeien op het moment heel erg lekker. Vraag me niet waarom. En gewone zomer aardbeien kan ik vaak niet zo goed eten. Omdat ik daar jeuk van krijg. En deze diepvries aardbeien gaan goed. Daar krijg ik geen last van. Nou, het zijn nu toevallig allemaal hele kleine aardbeitjes. En dan pak ik even... Oh nee, allemaal kleine aardbeitjes.
Soms heb je echt van die joekels van aardbeien erin zitten die je dan echt in 4 of 6 stukken moet snijden. Maar op dit moment is het allemaal klein. Kijk, zoeken. Nou, die hoef ik niet eens te snijden. Nou, 90. Dit zijn aardbeien. Het gaat om iets meer dan 10 aardbeien trouwens. Maar het idee is erachter. Maar ja, ongeveer 100-125 gram. Net een beetje hoeveel gezin heb. Maar nu is mijn bakje nog niet vol genoeg naar mijn zin. En dat draai ik met een klein beetje melk of een klein beetje slagroom tot ijs. En dat ga ik zo mee naar boven nemen. Want ik ga zo video's editen. Ik ga lekker even douchen. Ik ga racen kijken natuurlijk, want mijn neef rijdt in met de roze livery. En die is natuurlijk helemaal met mijn naam er ook op, dus hoe tof is dat? Ja. En dan even dit opruimen hoor. Is het alweer bedtijd? En deze moet echt op, maar dat gaat nu niet helemaal op. En dan morgen een volle dag met werken en afspraken en dingen. Dus ik denk dat ik me wel ga vermaken. Maar goed, even mengen. Heb ik een bakje ijs. Kun je het zien? Zo. Niet heel goed, hè? Ja, nu wel. Een bakje ijs. Heerlijk. Dat ga ik lekker mee naar boven nemen. Ik ga de hond mee naar boven nemen. Dan hoeft hij straks alleen nog maar even een plasje. Maar als ik hem beneden naar boven ga en de hond blijft beneden. Ik moet even de spullen in het water zetten. Want als ik dat niet in het water zet, dan is het allemaal zo drabberig. Dat vind ik echt heel vies. Dus ik zet het even in het water. Klaar. Die even opruimen. En wij gaan gauw naar boven. Zo, iemand wil gewoon al naar bed. Die had helemaal geen zin meer. Zo. Ga jij lekker daar liggen. Ik trek even een paar dingen aan. Weet dat. Sloffen. Gaan we zo in die koude voeten. Dicht. Hoe graag ik het open wil houden. Dat gaat niet helaas. Ik ga lekker een videootje editen. En dan ga ik lekker racen kijken. Ik moet nog een beetje opschieten, want het is 8:15 inmiddels, denk ik. 8:30 al bijna. Oei. Nou, dat moet ik nog opschieten, want het begint over 10 minuten, een kwartiertje. Ik heb iets langer. Het begint over om 8:45. Het is nu 20:23. Dus ik heb nog 25 minuten. Ga ik een edit niet meer redden, ga ik dus ook niet meer doen. Ik ga alleen een video uploaden. Zo, ben ik opgelucht dat die duizeligheid weer is gegaan. Dat ik mezelf weer kan zijn. Dat ik niet meer bij alles na moet denken. Gaat dit met mijn hoofd of niet? Dat vind ik wel fijn. Dan was dit maar 2 dagen. Moet je nagaan als je dit vaker hebt. Goed, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Ik wens jou in elk geval een hele fijne dag. Ik heb trouwens nog een race gekeken, maar mijn neef deed niet mee. Want ik vermoed dat hij stage had of naar school moest of zoiets.
Maar in elk geval, het was wel leuk om weer te kijken. Veel spectaculaire dingen die gebeuren. Dus ik vind het heerlijk om te kijken. Dankjewel. Morgen weer een nieuwe video. Hele fijne dag als je hem 's morgens hebt gekeken. En kijk je 's avonds dan. Slaap lekker. Mooie dromen. Tot morgen. Tot een nieuwe video. Doei.